Massimo vraagt via het forum, is dit niet al een oud filmpje? Nou nee, dit is niet een oud filmpje. Ik zei mijn script in de... Yodap gasten! En nee, dit is niet een oud filmpje. Dit is een spiksplinter nieuwe Banjo Movie. Allereerst wil ik even sorry zeggen dat het lang heeft geduurd. Maar is gewoon vakantie chillen, niks doen, een nieuw kanaal beginnen. Hé, dat is leuk, ja, ja. En natuurlijk naar de dierentuinen gaan om te kijken naar plassende olifanten. Of ben ik... Ja, ik ben de enige. Maar ik heb geweldig nieuws voor jullie, want aan het einde van deze video geef ik een geweldige prijs weg. Eén van jullie gaat namelijk meespelen in mijn video. Ik zei dat half lachend. En ik heb een sponsor voor deze video. Jawel, dames en heren, kom er maar bij, kom er maar bij. Het is namelijk geworden Doritos. Dat plaatje kan 1000 keer beter. En namens Doritos mag ik straks één iemand uitnodigen die meespeelt in mijn volgende video. Het is 3D. Je hebt geen eens 3D-bril op, hoe? Maar eerst natuurlijk deze video. Veel kijkplezier. Doei. Hoe zal jouw leven eruit zien zonder Anouk? Yes! Vrijheid! Oh, eindelijk doe wat ik zelf wil. Wat nice. Oh, wat vet. Flavor Vortex zegt in de reacties: Bardo, hoe lang ben je van plan om door te gaan met YouTube-filmpjes? Je bent helemaal geweldig. Later. Ah, dankjewel. Ik vind jou ook helemaal geweldig dat je mijn video's kijkt. Bedankt voor het abonneren. Dat kan je hierboven doen. En het groene duimpje. Ik weet alleen niet wat je vraag is, maar dankjewel dat je mij geweldig vindt. Ayori vroeg in de reacties: Bardo, wat zou er gebeuren als Minecraft echt was? Wow, vet! Ik ben in de wereld van Minecraft. Altijd al willen weten. Woo! Oh man, ik heb eerst mijn huisje nodig. Alleen, hoe doe ik dat? Kijk daar, een boom. Nice. Weet je wat? Ik ga de boom maar gewoon slaan met mijn blote vuist, zodat ik misschien een huisje kan maken voor vanavond. Hier gaat ie. Ik heb hier de uitslag, meneer. En ja, ik weet niet waarom je het deed, maar je arm is gebroken. Wie slaat er dan ook tegen de boom aan, hé? Metal Warrior 130 vroeg: Bardo, wat is de slechtste grap die je ooit verzonnen hebt? Dat helemaal gebeurt wel niet, hè? Oké, je liep straat over straat over straat. Ja, gewoon een straat. Hé, straat, hé, wat denk je over straat? Nee, ik zei tegen de straat: hallo, straat. De straat zegt tegen mij niks. Ik zeg: hé, straat, waarom zeg je niks? De Britse straat, denk ik daar tot bij de ziekte. Ik ben zo: ja, je straat. Hé, weg. Hallo, is je mond! Ja, ik ga er bij mij toe lekker neuken. Godsamme, wat een kletskous. Dit is echt de slechtste grap die ik had. Alsjeblieft. Nek Groen vraagt: Bardo, hoe maak jij je huiswerk? Toen ik op school zat, maakte ik mijn huiswerk met twee belangrijke dingen. Ten eerste mijn handen en ten tweede een pen. Julian Koopman vraagt: Bardo, blijft ijs plakken aan de muur? Nee, een ratio dit mag opruimen. Maar toch bedankt voor je vraag. Matthias vraagt: Bardo, kun jij de Cinnamon Challenge doen? Een van de grootste uitdagingen op internet is wel de Cinnamon Challenge. Je hebt nodig kaneel en water. Je doet kaneel op een lepel en daarna in je mond. Maar ik ben er niet zo van. Ik ben meer van het extremisme. Dus niet een klein lepeltje. Nee, een heel bakje. Nou, hier gaan we. Fuck. Dit is een van de meest zonde dingen die ik heb gedaan. Echt, alles is onder bij mij. Als je dit doet, doe het echt inderdaad met een lepeltje. Hij is leeg. Kijk maar, hij is leeg. Hartstikke fijn dit. Stefan vroeg: Bardo, wat doe jij als jij niets te doen hebt? Nee, als ik me verveelde, ga ik altijd het liefst even Hè, Bram vroeg in de reacties. Oké, wacht even. Het enige wat ik wou zeggen is Rapunzel kijken. Wat dachten jullie, in godsnaam? Hè, Bram vroeg in de reacties: Bardo, wat wou je worden toen je nog een kleine Bardo was? Wat ik vroeger precies wou worden, weet ik niet meer precies. Ik weet wel dat ik vroeger in ieder geval niet wou worden. Vroeger wou ik in ieder geval niet een tennisracket, schilderij, handdoek, espressoapparaat, wasmand, Jezus, lamp, kip of afwasmiddel worden. En Bayotaan vroeg in de YouTube reacties: Bardo, ga je wel eens op vakantie? Maar natuurlijk ga ik wel eens op vakantie. Ik ben laatst in Brazilië geweest. Oh, het is Brazilië, prachtig. Tijd om iemand te bellen. Yo, kerel, met Bardo. Yo, kerel, met Bardo. Hey, weet je nog over Brazilië? Dat je zei dat ik er was? Nou, ik ben er nog steeds. Het is hier prachtig, jongen, dat regenwoud. Je had erbij moeten zijn. Ja, ja. Echt waar. En weet je nog over het aapje wat ik je zei? Ja, nee, dat weet ik nog. Nou, ja, dat bleek geen aapje te zijn, maar dat bleek Patrick Kluivert te zijn. Ja, oké, maar weet je. Nou, ik zie je daar in de bosjes staan. Welke bosjes? Nou, die bosjes daar. Ik zie je namelijk gewoon staan. Helemaal niet, ik ben gewoon op vakantie. En natuurlijk, vanaf hier is de hele simpele overgang naar Doritos. Doritos heet namelijk Skip or Trip. Je moet een triangel gaan vormen met twee anderen. En wie weet ga jij dan wel de wereld rond langs drie wereldsteden. Volgens mij Istanbul, Berlijn en Moskou. Die derde weet ik niet zeker. En ik zou zeggen, doe mee. En als je meedoet, nodig mij uit ofzo. En wie weet gaan wij dan wel samen op pad. Maar daar houdt het nog niet op. Nee, van Doritos heeft mij namelijk een magnifieke. Ik zeg nooit magnifieke. What the fuck? Prachtige kans gegeven om één kijker uit te nodigen. En niet zomaar uitnodigen, nee, je komt
kom bij mij langs en wij gaan samen een filmpje opnemen. Alleen wat moet jij daarvoor doen? Geef deze video een groen duimpje. Voeg hem toe even favorieten. Dat kan allemaal hier beneden. Doe het maar even snel. Ik wacht wel even. Tijd is om. Heb je het gedaan? Mooi door. En stuur daarna een e-mail naar banjemovies@live.nl. Zet in de e-mail de volgende dingen neer. Je YouTube-account, zodat ik even kan checken of je echt een groen duimpje hebt gegeven. Toevoeg het favorieten en geabonneerd op mij. Ten tweede moet je een foto of een video van jou erbij doen. Zodat ik een beetje een beeld heb wie je bent. En ten derde een motivatie waarom ik jou zou moeten kiezen. En wie weet beleven wij dan wel een heel vet avontuur hier samen. Alleen tot die tijd kan je me alleen maar uitnodigen door de link in de beschrijving. En dan gaan wij samen in de triangel en dan gaan wij samen misschien wel op reis. En gasten, ik zeg jullie later, man. Tot volgende week. Bye.